Goedenavond. Je kijkt naar Zeeland Nu met een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. De veerboot Hans Weert Perkpolder vaart weer om fietsers en voetgangers over te zetten. Vorig jaar lukte dat niet vanwege de dijkverzwaring in Hans Weert. Maar nu mogen ze weer. Het seizoen is een beetje traag begonnen. In verband natuurlijk ook slecht weer gehad. Maar langzaam begint het weer een beetje op orde te komen. Tot groot plezier van de passagiers. Ik vind het prachtig dat het hier nog bestaat. Als zo'n pontje nou niet vaart, hoe ver moet je dan omfietsen? Ja, daar hebben wij wel over nagedacht, want wij gingen wel twijfelen of dat er nog wel zou komen. Ik geloof dat je daar ergens omheen moet via Antwerpen. Het is niet dat we daar elke week gebruik van maken, maar het moet toch blijven bestaan. Toch is er nog een probleem. Er is dit jaar niet gebaggerd in de haven. En dus kunnen ze met laag water niet varen. De gemeente Hulst die heeft er alles aan gedaan om het dit jaar nog wel voor elkaar te krijgen. Neem je dat iemand kwalijk? Nee, ik kan het niet kwalijk nemen. Ja, in principe, ten eerste is het een stukje natuur. En ten tweede is de gemeente Hulst die heeft er echt alles aan gedaan om het wel goed voor elkaar te krijgen. Waarschijnlijk wordt er wel gebaggerd, maar zal het na dit seizoen zijn. En dat is maar goed ook, want de uitbaters van de pont willen nog lang doorgaan. Ja, voor de komende jaren ziet het er goed uit. Ik heb ook definitief besloten dat ik er echt 100% achter ga. Om in ieder geval het bedrijf weer in volle glorie te restaureren eigenlijk. En te zorgen dat we nu de komende jaren een goede veerdienst kunnen draaien. Wielrennen in de kerk. Je ziet het niet elke dag, maar vanochtend stonden de deelnemers aan de ronde van Hengsdijk aan de start op het voormalige altaar van de Rooms-Katholieke Kerk in Vogelwaarde. Ja, daar hebben wij een afrit gemaakt en de renners gaan daar één voor één start voor de individuele tijdrit. Het idee ontstond een paar jaar geleden en werd vandaag werkelijkheid. Volgens de organisatie is zo'n kerkstart uniek. Natuurlijk niemand in de geschiedenis. Zover wij weten is er al tijdens een afrit gestart in een kerk. Dus ook voor de wielrenners is het even wennen. Dat is voor ons ook allemaal nieuw natuurlijk. Hè? Ja, het is wel een unieke start. Zoiets maken niet mee. Meestal is het gewoon starten op straat en vertrekken. Ja, iets bijzonders. En ik denk dat het ook wel leuk is voor de mensen dat ze ons zo de kerk uit zien rijden. Nu dus met de wielrenfiets van start. En volgende week zondag weer gewoon in de kerk? Nee, liever mij. Geen Tour de France, maar Tour de Gasthuis. Cliënten van zorgcentrum Het Gasthuis in Middelburg kunnen deze weken de Tour de France fietsen. Niet door de heuvels en over de smalle weggetjes, maar gewoon op een home trainer. En dan trappen. Zoveel als je kunt. Ik trap wel door, want ik doe het een beetje voor mijn conditie. In het begin, toen ik het deed, had ik heel veel last van mijn bovenbenen. En dat heb ik nu niet meer, omdat ik het gewoon elke dag doe. Is geweldig voor degenen die van fietsen houden. Maar voor de omstanders precies hetzelfde. En je ziet nog eens wat. Want voor de home trainers is een televisiescherm geplaatst. Daar zie je de route van de Tour de France op. Maar je kan er ook voor kiezen om gewoon in eigen provincie te fietsen. Gisteren was ik in Domburg. Ik weet wel dat ze ook het bos bij Breda kunnen fietsen. En ja, in Breda ben ik geboren, dus dan zie je al geheime plekjes van vroeger weer. En het is niet alleen maar leuk, het is ook nog eens goed voor de spieren. Als we lang zitten, dan is het voor ons lichaam gewoon niet goed. Hè? De bloedsomloop, tal van factoren die ermee spelen. Maar daarom is het ook belangrijk dat we deze activiteit doen. Op welke manier je ook beweegt, is altijd goed. De bewoner die uiteindelijk de meeste kilometers heeft gemaakt, krijgt volgende week ook nog eens een mooie prijs. Munt, Vrijhuiskop en ik. Rick Sturm uit Oostkapelle staat voor een belangrijke stap in zijn scheidsrechterscarrière. Sturm maakt komend seizoen de overstap naar het profvoetbal. Als eerste Zeeuw na dorpsgenoot Alwin Don meer dan 20 jaar geleden. Ja, daar heb je gewoon heel veel zin in. Daar heb je jarenlang naartoe gewerkt. En dan ben je vooral ook heel trots dat het eindelijk is gelukt.
Eindelijk, zegt de 27-jarige Sturm, maar zijn carrière gaat eigenlijk razendsnel. Hij is pas 9 jaar serieus bezig met fluiten en begon omdat voetballen na een zwaar fietsongeluk lang niet ging. Ik denk ook nog steeds dat als ik dat ongeluk nooit had gehad, dat ik nooit was gaan fluiten. Want dan was ik gewoon nog lekker gaan voetballen in een derde, vierde elftal. Als scheidsrechter gaat Sturm wel voor de top in een wereld waarin je vroeg of laat harde kritiek zult krijgen. Je ligt gewoon onder vergrootglas, dus je moet gewoon sterk in je schoenen staan. En ik denk als je dat niet staat, ja, dan is deze hobby of job is niks voor je. Rick Sturm wil uiteraard naar de eredivisie, maar verwacht zich eerst minstens 3 jaar in de keukenkampioendivisie te moeten bewijzen. En als dat goed gaat? Nee, ik heb volgens mij een paar jaar geleden wel eens gezegd Feyenoord Ajax in de Kuip, dus dat lijkt me nog steeds een hele mooie. Ja, en dat is nog een lange weg, maar komt door deze stap ook steeds dichterbij. Ja, we zijn een stuk dichterbij dan 3 jaar terug, dat klopt. Vandaag begonnen we de dag met een mooie zonsopkomst en het beloofde een mooie weerdag te worden. Er waren zonnige perioden en het bleef ook overal droog met aangename temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking en blijft het droog. De temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden met landinwaarts weinig wind. Morgen volgt er een mooie zomerdag met veel zon en hogere temperaturen tussen de 23 graden op de stranden tot zo'n 26 graden plaatselijk in het oosten van de provincie. Later op de dag volgt er wat meer bewolking met in de avond ook nog kans op een regen- of onweersbui. De zwakke tot matige wind die draait later naar het noordoosten. En dinsdag dan vallen er nog een paar laatste buien en dan wordt het 21 graden. En vanaf woensdag blijft het een aantal dagen droog met zonnige perioden. En dan wordt het ook warmer met 24 graden op donderdag. En tot zover nog een hele fijne avond en graag tot morgen.